We gaan gelijk starten natuurlijk. Hè. Deze vraag, ik denk dat het een hele belangrijke is. Hoe hard heb je moeten knokken om te staan waar je nu staat? Ik denk onwijs hard. Ik denk niet dat ik het talent heb gehad om alleen maar op mijn talent te teren. Dus ik heb het echt van hard werken moeten hebben. En heel wat jaren investeren natuurlijk. Dus ja, ik denk dat je... hard werken is wel iets wat echt wel bij mij past inderdaad. Ja. Niet bewegen. Wel bewegen. Afzien. Huilen. Lachen. Hijgen. Diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik haal het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jago Ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Nou, dan ga ik je nu gelijk introduceren voor de mensen thuis. Want die kijken of luisteren. Ik ben op Spotify natuurlijk te beluisteren. En ja. Op YouTube. Dus daar kom je ook allemaal op. Ik heb Anne Baggerat. Ja? Ja. Yes. Goed gedaan. 22 jaar inmiddels. Ook goed. Ja. Huiswerk ook gedaan, hè? Ja, goed zo. Begonnen als voetbalspeelster. Nou, bij de plaatselijke FC hè, in Oldenzaal. En toen ben je bij FC Twente natuurlijk terechtgekomen. Daar heb je natuurlijk een groot deel van jouw voetbalbestaan heb je daar gespeeld. En toen ja, moest je de switch maken. En daar komen we later natuurlijk ook weer op in het verhaal nog op. Ja, naar Excelsior. En afgelopen keren ook je debuut gemaakt bij de Surinaamse voetbalvrouwen. Ja, klopt. Dus ja, best wel een flink eind onderweg op je 22 jaar. Ja, op zich, als je het zo allemaal opzomt inderdaad, valt nog mee qua aantal clubs. Maar hoe lang ik er al gespeeld heb, dan ben ik al een tijdje onderweg, ja. Hey, waar is het allemaal bij jou begonnen? Het was begonnen toen ik 5 was. Ik kan mijn ABC zwemdiploma eigenlijk al toen ik 4 was. Dus eigenlijk al heel snel. Ja. En toen wilden mijn ouders me op hockey doen. Maar daar moest ik 6 voor zijn. Ja. En ik was eigenlijk zo vroeg klaar dat ik nog geen 6 was. En mijn broer destijds voetbalde. Die voetbalde dus bij de S. Okay. En eigenlijk ja, altijd elke zaterdag of een training ging dan mee. En dan stond ik een beetje aan de zijlijn te pielen natuurlijk met zo'n bal. En eigenlijk ben ik toen heel natuurlijk daarin gerold. En gewoon mee gaan trainen bij dan de jeugd waar ik dan in zou stromen. Ja. Ja, nooit meer weggegaan. Ja. Oh, mooi man. En ja. Ja, wanneer had je eigenlijk door dat je misschien wel beter was dan je huidige vriendjes, vriendinnetjes? Nou, dat had ik eigenlijk nog niet zo heel snel door. Ja, ik zat al wel bij de KNVB. Ja. Maar dat was pas eigenlijk allemaal begonnen toen dat ik echt 10 was. Toen deed ik mee aan een selectiedag bij FC Twente. Ja. En mijn moeder had me daarvoor opgegeven, maar ik wist niet dat het een selectiedag was. Ik dacht gewoon, het is gewoon leuk, zo'n voetbaldag bij de vrouwen van FC Twente. Ik kreeg zo'n nummertje opgeplakt. Nou, het zal allemaal wel. Ik was 9 destijds en je moest 10 zijn om in de academie mee te mogen doen. Ja. En was ik, ineens was ik door. Dus ik denk, door met wat? Ja, het was selectiedag. Oh. Ja, en toen is dat traject eigenlijk ingegaan. En toen, dat is een half jaar minimaal geduurd. Ja. En aan het einde van die rit mocht ik aansluiten bij de Academie 5C Twente. Als jongste van destijds die lichting. Dus toen had ik wel echt door, oké, nu gaat het echt worden. Ja. Je was nog vrij onbevangen natuurlijk als kind. Dus je had ook niet door ik van, was 10, dus... Ja. Heerlijk, toch? Dan denk je daar helemaal nog niet bij na. En eigenlijk de eerste 3 jaar heb ik eigenlijk niet bij nagedacht dat ik nu bij een profclub speelde. Pas toen ik echt van school ging wisselen. Toen kwam wel echt het besef, oké, dit is de weg die ik kies en dit wil ik doen. En daarvoor was het alleen maar leuk eigenlijk, ja. Eigenlijk heb jij nooit eigenlijk de ambitie gehad van ik wil profvoetbalster worden. Ja, tot op dat moment in zekere zin. Ja, ik vond het vooral heel leuk en
Het was destijds, begon het nog maar net. Ja. Het was natuurlijk die opmars van FNV Vrouwen Eredivisie in 2007 gestart. En in 2010 kwam ik erbij. Dus ja, ze waren maar 3 jaar onderweg. Ja, en op mijn 7e heb ik me natuurlijk niet in verdiept nee. dat de Vrouwen Eredivisie bestond. Dus ja, eigenlijk die ambitie, die droom dat het kon, had ik helemaal niet door. Nee. 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 En het is dan dat het gaandeweg zeg maar zo erin gerold is. Maar vanaf het begin heb ik nooit gedacht, ik ga profvoetballer worden toen 5, 6 of 7 was, nee. Want wat had je een andere droom? Ik wilde gymdocent worden. Ja, dat is ook een mooie droom. Hè? Ja, nee, in ieder geval... dat, gymleraar inderdaad, stond altijd in de vriendenboekjes, gymleraar, ja. Oh, wat grappig. Ja. En die ambitie is eigenlijk nooit meer doorgegaan. Nee, ik hoef het nu ook niet meer te worden hoor. Nee. Ja, je wordt natuurlijk ook ouder in het verhaal. En je ja. ontwikkelt je natuurlijk ook als voetbalspeelster. Hè? Ja. En dat stukje met Twente, dat is natuurlijk een heel groot stuk van jouw jonge carrière nog geweest. Hè? Een jaartje of 10 heb je daar gezeten bij de club? Ik heb 10 jaar daar gevoetbald, ja, van mijn 10e tot mijn 20e. Wat is de mooiste periode daar geweest? De eerste 3 jaar. De eerste 3 jaar? Juist, ik was de jongste, ik werd op handen gedragen daar. Het was leuk. Totaal niet het besef van concurrentie of ja, zij staat voor mij en dat soort dingen. Dus dan, dat was het moment wat ik het meest onbevangen was en echt wel het mooiste. En als ik nu nog terug denk, ik zou het zo graag nog een keer gewoon 11, 12 willen zijn en dan de KNVB erbij, weet je. Dat was voor mij wel echt ja, de mooiste periode, ja. Ja, dat is dat onbevangen natuurlijk, hè? Dus ja. De druk staat er nog niet op. Ze hebben nog geen naam. Je moet je natuurlijk eerst laten zien. En ja, gaandeweg gaat het natuurlijk steeds meer van... Hey, Anne, die kan lekker voetballen. En dan gaan de ogen op je. Hoe ga je met die druk om? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk zo niet echt gevoeld heb. Je groeit daar natuurlijk in en je ging met dezelfde meiden verder. Ja. En dan was dat nu wel aan het einde van het jaar, wanneer de gesprekken plaatsvonden, vond ik altijd wel heel spannend. Ik kan me voorstellen. Want dan kreeg je zo'n popformulier en dan op alles werd je beoordeeld. En dan kon ik in het begin echt heel slecht tegen. Ja. Was ik heel zenuwachtig, helemaal bang. En kon ik echt nacht van wakker liggen. En je weet natuurlijk wel, als je je zeker voelt, oké, komt wel goed, gaat wel goed. Maar het wordt natuurlijk, hoe hoger je komt, wordt het natuurlijk steeds spannender. Ja. Of je weer een jaar mag blijven, of je door mag stromen. Wat komt er, wat gaat er weg? Weet je, dat was wel altijd een spannende periode als het eigenlijk echt bekend werd. Ja, ja. Ja dat was wel de meest, waar de druk dan het meest op lag. Ja, ja. Want wanneer voelde je een beetje dat je denkt, ja, de ogen die zijn nu wel op mij gericht. Want ik ga mijn naam, zeg maar, mijn naam zingt rond of wat dan ook. Dat was eigenlijk een beetje toen het Nederlands elftal nog kwam kijken, onder 15. Toen zat ik net 1 of 2 jaar in de academie vast. Dan gaat het Nederlands elftal. Ja. Je gaat niet meer van de KNVB, maar je gaat echt voor het Nederlands elftal. En dat moment, dan speelt niet alleen de regio mee, maar heel het land. Ja. Dus dan hoor je echt of bij de 25 beste van het land, of je hoort er niet bij. Dus toen besefte ik me wel, oké, het is nu is het de concurrentie is aan. En nu is het echt gewoon, ja, je bent goed genoeg of je bent niet. Dat is een bevestiging natuurlijk ook, natuurlijk dat je erbij hoort. Dus dat je echt bij die... Ja, ik heb er 1 jaar bij gezeten, althans, een paar interlands. Ik ging ook heel snel weer eruit. Waarom was dat? Nou, ik heb die trainer gebeld, geprobeerd te bellen, maar ik ben nooit teruggebeld. Ai. Ik ging van basis bij onder 15 tegen België naar invallen tegen Duitsland, naar niet meer opgeroepen binnen 3 in het land. Ai. Ik heb gebeld en ik heb eigenlijk nooit antwoord gehad. Dat is raar, dat is eigenlijk best wel een klap in je gezicht. Als je dat op jonge leeftijd, hè? Dan... Ja, dat was je 15. Ja, dan voel je, je toch wel even geknakt, denk ik, op dat moment. Absoluut, ja. Ja, het was ook eigenlijk van oké. Maar eigenlijk heb ik dat heel snel weer omgezet van oké, weet je. Het is leuk als het er is, als het er niet is, dan focus je gewoon op de club, ja. Vind je dat ook een beetje als een teleurstelling in jouw nog jongere loopbaan?
Ik denk toen de tijd zeker. Als ik dat terugdenk, denk ik wel, ja, natuurlijk is het jammer. Ja. Maar als ik zie de lichting waar ik in speelde, ik denk dat er nu 4, 5 in het Nederlands elftal voetballen. Ja. En de rest voetbalt allemaal in onder 23. Dus ik zat wel echt ook in een hele goede lichting. Ja. Maar destijds was het natuurlijk nu natuurlijk wel een klap, inderdaad. Ja. Hey, ja, je bent nu 22. Je hebt een hele poos, ben je natuurlijk al in de voetbalwereld actief. Hoe vind je het voetbalwereldje zelf? Want het, je zei het al, het is natuurlijk net pas begonnen in 2007. Ja. Maar hoe vind je het wereldje? Nou, het is wel een wereldje van ons kent ons een beetje. Ja, ik zit er gewoon middenin. Dus ik ken heel veel meiden uit de Eredivisie. Ik heb er met heel veel gespeeld. Dan gaat die weer naar die club, die gaat naar die club. En dat wisselt weer een keer. Ja. Dus er zijn heel veel wisselingen met dezelfde meiden. En je merkt gewoon dat wanneer eigenlijk de studie is afgelopen, dat heel veel meiden nog wel voor maatschappelijke carrière kiezen. Dus ja, het wereldje, ja. Ik zit er middenin, dus ik vind het lastig om daar zeg maar nu een blik op te werpen. Omdat je natuurlijk, als je eruit bent, ja, kun je er heel anders naar kijken. Daar kan je het relativeren, zeg maar, wat heb je meegemaakt en dat soort dingen. Nou, dan, dan moeten we nog over een paar jaartjes even een keertje met elkaar babbelen. Hé, blessureleed. Heb je die al gehad? Of je begint heel hard te knikken? Ja, eigenlijk ernstige blessures niet, gelukkig. Dus dat moet ik even afkloppen. Ja. Maar eigenlijk in het jaar, zeg maar, dat ik niet meer bij Nederlands elftal zat. En het jaar toen daarna, toen brak ik mijn enkel. Hey. En dat was eigenlijk precies op het moment, nou, ga je met onder 16 mee, ja of nee? Ja. Nou, nee dus. heel simpel gezegd. En dan heb ik de 3 maanden heb ik eruit gelegen. Dat was eigenlijk mijn eerste echt iets grotere blessure. En ik merkte wel dat het heel moeilijk was om daarna weer terug te komen en dan weer je plek te veroveren. Waarom dus vond je dat moeilijk? Sorry, waarom vond je hem dat moeilijk? Die omdat drive? Je gewend was natuurlijk om spelen. En je moet dan weer opbouwen. Ja, iemand anders staat op je plek. Dan moet je er weer uitspelen. De keuze van de trainer ook. Voor wie kiest hij? Iemand die helemaal fit is of iemand die nog terug moet komen? Het was ook aan het midden van het seizoen, dus aan het einde is het natuurlijk spannend. Ja. Dus ja, dat ga je doen als trainer. En eigenlijk daarna niet heel veel blessures gehad tot aan dit jaar. Oh. En dit jaar is voor mij wel echt een weggegooid seizoen. Ja. Ja. Ja, ik heb heel de tijd liggen klungelen met kleine dingetjes. Nou, dan val je in het ene na het ander. Ja, dat begon eigenlijk de eerste 5 wedstrijden. Volgens mij heb ik allemaal gespeeld. En ik had destijds al iets last van mijn voet, van mijn peesplaat. Ja. Dat is gaandeweg zo steeds erger geworden. Nou, toen kreeg ik een kopstoot. Dus ik had een ei op mijn hoofd. Mocht 10 dagen niet voetballen, en ik kon met hersenschudding gevaar. Ei. Daarna lag ik er uit met die voet, wat steeds erger is geworden gaandeweg het seizoen. Dus daar ben ik 4 maanden heb ik daar uitgelegen. Terug moeten komen daarvan, ja, ook in zo'n situatie van heel veel wedstrijden, maar ja, je bent niet fit. Nee. Je moet fit worden, maar jong speelde niet. Er waren geen oefenwedstrijden, dus het was heel moeilijk om, zeg maar, ik was wel trainingsfit, maar niet wedstrijdfit. Nee. Had geen ritme. Nee. Dit seizoen kan ik niet van een ritme spreken, inderdaad. En tegen Feyenoord is iemand al meteen gaan staan. Dus volgens mij loop ik nu, of heb ik afgelopen 2, 3 weken met een gebroken teen gelopen. Oh, lekker. Nou ja, er zijn nog maar 3 wedstrijden te gaan. Ja. Dus het is een beetje dit seizoen van het een in het ander geklungel en eigenlijk gewoon geen ritme gehad. Nee. Hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk klap op klap, tik op tik, krijg je natuurlijk mee. Hoe ga je daarmee om? Als jonge speelster, je wil spelen natuurlijk. Absoluut. Ja. Hoe ga je daarmee om als je langs de zijlijn staat? Want ik neem aan dat je wel op de club te vinden bent. Ik was er elke dag. Ja. En dan zie je iedereen trainen. En dan zie je iedereen een beetje, als er dan conditietraining wordt gedaan, dan denk je, hoor je iedereen zeuren. Maar dan denk je, ja, ik had heel graag ook mee willen zeuren. Ja.
Ja, ik denk dat... Ik ga kijken en denk je, ja, jullie zeuren dat jullie hadden moeten rennen. Ja. Ik zou heel graag willen rennen. Ja. Dus ja, dat was wel heel lastig. Maar ook omdat je van het een in het ander valt. Kijk, het is niet een blessure van 9 maanden dat je weet, oké, ik ben er 9 maanden uit. Nee. Het zijn elke keer korte dingetjes. Ja, dus die hoofdblessure was 10 dagen. Nou, dan denk je, oké, 10 dagen. Ja. Gaat prima. Dan speel je weer 1, 2 weken, val je in, weet je wel. En dan, nou, die voet, ja. Een peesplaatontsteking is natuurlijk niet een breuk of iets wat je zegt, oké, het duurt zo lang. Ja. Dus dat heeft voor mijn gevoel echt te lang geduurd. En natuurlijk denk je, oké, ik zit nu op 1 maand. Nou, oké, was te voorspellen, 2 maanden was te voorspellen. En toen bij maand 3 en 4, toen dacht ik, nu duurt het wel lang. Ja. Maar ik heb ook gezegd dat ik liever helemaal wil herstellen. Dan dat ik weer te vroeg begin en het komt weer terug. Ja, ja. Dus toen heb ik gezegd, oké, of nou 1 of 2 maanden langer duurt. Ja. Maakt niet uit, ik wil gewoon eerst pijnvrij zijn. Ja, weer want fit. Ik had echt heel veel pijn. Ja. Dus toen maakte het ook niet uit of het nou 1 week eerder, 1 week later was. Maar ik moet ook gewoon goed herstellen eerst. Ja. Dus ik denk dat ik eerst de 2 weken doe ik meestal vrijwel weinig. Ja. En dan in de aanloop naar de eerste seizoensvoorbereiding ga ik wel hardlopen en probeer ik echt wel op een bepaald level te zijn qua fitheid. Hey, maar geef je ook zeg maar voetbaltraining? Ja, ik geef op dinsdag en donderdagochtend training bij een middelbare school. Die komen dan naar Excelsior toe en dan gewoon voetbaltraining. Oké. Met nog 8 of 9 andere trainers van Excelsior. Gewoon vanuit de jeugdopleiding. Ja. Eerst en tweede jaar zijn dat. Die hebben dan een soort van spotprofiel gekozen. En die kunnen extra trainen dan op die momenten. Dus daar ben ik trainer. En daarnaast ben ik trainer bij VP Spirit. Okay. Vorig jaar onder 17 gedaan meiden. En dit jaar onder 19 meiden. En dat doe ik op dinsdag donderdagavond. Ja, dus best druk. En zaterdag natuurlijk coach. Ah ja, oké. Okay. Aanwezig zijn als coach. Ja, ik ben gewoon volledig trainer van dat team samen met een teamgenoot van mij. Zie je dat later ook zo? Zie je dat later zelf ook doen? Nee. Nee, nee ik was. Vind het leuk voor nu? Ja, dat. Ja. Ja. Ik vind het leuk voor nu en het is gewoon ook even een uitje soort van. Weet je, we hebben echt een zaterdag is ons spiritdagje. Ja, leuk. Dus dan gaan we zelf voetballen met ons team. Dan gaan we kijken bij de vrouwen of bij de mannen. En dan zijn we eigenlijk de hele middag daar. Ja. Dus ik zie dat echt voor nu en ik zie mij daar later niet. Nee, ik heb nu niet die ambitie om trainer te worden, nee. Nee, want heb je de studie afgerond? Ik ben nu bezig met afstuderen. Ik loop nu stage bij Excelsior. Ik doe spotmarketing in Deventer. Okay. En ik ben dan nu houd ik me bezig met de Excelsior voetbaldagen. Hoe zij meer deelnemers daar kunnen werven en eigenlijk onderzoek daarnaar. Ja. Dus ik moet denk ik nog 2 maanden ongeveer en dan hoop ik afgestudeerd te zijn. Oh, en dan zal ik kunnen eigenlijk. Nou, het is best wel eigenlijk best wel druk. Heb je nog vrije tijd? Oh ja hoor. Ja, ja. Kan je rustig je somt het allemaal op wat je nu aan het doen bent. Ja, het is aan de ene kant wel druk, maar het zijn allemaal vaste tijden en vaste dagen eigenlijk. Dus nee, ik heb wel zeker nog vrije tijd, maar ik vind het ook heel lekker om in die vrije tijd gewoon lekker even niks te doen. Nee, ja, dat kan ik me voorstellen. Gewoon even gewoon dat helemaal... Dat je altijd weg bent. Ja. Gewoon lekker even niks inderdaad. Gewoon een beetje televisie, Netflixen. En altijd natuurlijk met het voetbal bezig. Ja, dat wel. Ja, want dinsdag sta ik denk ik... Ja, 4 trainingen geef je dan. Of ben je bij, want je geeft een eerstejaars training. Dan komt daarna de tweedejaars geef je training bij het doorwerken. Dan ga je zelf trainen en dan s'avonds moet je nog spirit trainen. Ja, dus dat is best wel alleen maar met die bal mee bezig. Nou, nu vind je dat natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Dan had je al lang voor iets anders gekozen natuurlijk. Ja, ja, als je daar niet gelukkig van wordt, dan had ik dat niet gedaan. Dan moet je dat ook niet doen. En je ouders, je benoemde het net al, hè, dat ze overkwamen. Wat voor rol hebben jouw ouders in jouw huidige carrière? Ik denk dat je zegt van, die hebben alles eigenlijk opzij gezet voor mij.
Veel. Als ik naar de KNVB moest, dat was overal in het land ergens. Ja. Dus die deden altijd mee. Eén van de twee sowieso. En het liefst waren ze er natuurlijk allebei bij. Ja. En eigenlijk toen nog bij Twente voetballen, waren ze elke thuiswedstrijd waren ze er. In de jeugd waren ze er al helemaal. Maar ja, ze speelden natuurlijk gewoon door het land heen. Dus ja. Ze waren niet op uitwedstrijden. Liefst wel natuurlijk, als het kon. Ja. Maar ja, dat maakte ook niet heel veel uit. Ze waren in ieder geval elke thuiswedstrijd. En inderdaad, die hebben aardig wat kilometers gereden voor me. Dat zeker. En ook vakanties opgeofferd. Of had ik weer een trainingskamp ergens in het buitenland. Nou, daar kwamen ze ook over. Dus ja, die hebben aardig wat voor mij over gehad, zeg maar. Ja. Ja, dat is hartstikke mooi als ouders dat daar gewoon echt volledig gaan. Absoluut, ja. Ik heb nooit horen zeggen van het kan niet of het lukt niet. Nee, is het altijd wel een oplossing geweest, ja. Was je een makkelijke leerling op school? Ja, maar ik deed er ook wel veel voor. Oké. Dus je was best wel gemotiveerd om zeg maar je school af te maken, maar daarnaast alle focus op het voetbal. Ik wilde ook wel heel graag gewoon mijn VWO afronden. Ik ben al 1 jaar gezakt geweest. Op 2/10. Dus ja. Dat was wel verhalen. Die leraar die dat heeft gedaan. Heb je die al wel eens weer een keertje ontmoet? Nee. Ja. Dat was op het Stedelijk Museum in Enschede. Ja. En ik was op zo weinig gezakt. En als ik daar zou blijven, dan zou ik al mijn vakken overnieuw moeten doen. Dus toen heb ik gekozen om naar de VAPO te gaan en maar 2 vakken overnieuw te doen. Omdat het om zo'n klein verschil ging. Ja. En dat was denk ik een goede keuze achteraf, want daarna heb ik het gewoon gehaald. Ja. Dus nee, ik ben niet nog weer terug geweest naar het Stedelijk Lyceum Zuid. Nee, en dat hoeft ook voor mij in principe niet. Nee. Nee. Hey, even wat anders. Want dat is misschien wel, want je benoemde het al, hè? Ik geef training. Ik geef eerstejaars, tweedejaars en ik heb natuurlijk mijn eigen clubje die ik ook training geef. Voel je jezelf ook wel een beetje al als een voorbeeld? Want ja, je komt toch op beeld natuurlijk. Hè? Ze zien je, ze kennen je. Je bent op social media, ben je natuurlijk actief. Voel je dat zelf ook al een beetje? Dat mensen gaan vragen aan je? Het voelt niet zo, maar ik merk wel steeds meer dat het wel zo is. Ja. Was dan bijvoorbeeld 2 weken geleden was ik natuurlijk in Suriname voor mijn eerste interlands daar. Ja. En ik was dus 2 weken niet op Torbekke en 2 weken niet bij Spirit. En ik kwam terug en het eerste wat ik wilde, hoe was het in Suriname? Ja. Van die kinderen die dan naar me toe komen en hoe is het gegaan? Ze zijn ook wel heel geïnteresseerd en ze volgen je dan op social media. Dus ze zien het allemaal voorbij komen. Dus ja, ik voel me nog niet echt als een voorbeeld of zo. Dat vind ik nog weer een volgende stap of zo. Misschien ben ik daar ook iets te nuchter voor. Maar misschien is het al wel zo. Want vorige week trainen we op donderdag, was de Koningsspelen waren er volgens mij. Ja. Excelsior. En toen kwamen er 2 meisjes, want we trainden daar. Die kwamen naartoe en die vroeg aan het teamgenoot van mij, ja, mogen we op de foto met haar? Dus zij zei, met wie? Met Anne. Dus ik zei, met mij? Ja, dan wil ze met me op de foto. Ja. Nou, oké. Ja, prima, weet je. Maar dat is best wel apart natuurlijk. Want hoe verder je natuurlijk in jouw voetbalcarrière gaat komen en hoe hoger jij op die ladder gaat klimmen, dan gaat dat natuurlijk steeds meer afspelen. Ja, en ik merk al wel als we clinics geven of iets dergelijks, dat al steeds meer mensen vragen van oké, foto, handtekeningen, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk nog een beetje gek of zo, dat mensen maar met mij op de foto willen. Ja. Maar ja, ook wel weer heel leuk natuurlijk. Maar ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk gewoon even grappig, want het hele team stond er en ze wilden alleen met mij op de foto. Ja, dat is toch gek. Ja, nou ja, maar wel een mooie bevestiging dat je op een goede manier bezig bent. Dat ze jou toch wel zien als, Anne heeft door dit en dit, dit al bereikt en dat wil ik ook. Ja.
Ja, ik vond het wel grappig inderdaad. En daarna hebben we natuurlijk wel een groepsfoto gemaakt. Maar het was wel even gewoon, ja, even een grappig moment. Ja. Ja, hey, maar voel je ook dan aan die meiden dat ze ook dingen gaan vragen van hoe heb je dit gedaan, hoe heb je dat gedaan? Af en toe, niet heel vaak, bij Spirit in het begin een beetje. Maar als je die meiden beter leert kennen, dan doen vragen ze het wel indirect, maar niet zozeer van oké, hoe moet ik dit en dit verbeteren? Nee, nee, nee. Of hoe heb jij dat gedaan? Ja, daarvoor heb je natuurlijk al een betere band opgebouwd met die meiden van Spirit dan. Ja. Ja, en van andere meiden of tijdens clinics, ja, af en toe komt er wel zo'n vraag, maar niet dat het normaal is dat mensen naar me toe komen van oké, hoe is het bij jou gegaan? Bij ouders misschien nog wel vaker dan de Ja. kinderen zelf. Ja. Ja, en wat geef je de ouders dan mee? Meestal? Dat ik er heel veel voor me moet hebben laten en heel veel voor moet hebben gedaan en dat het echt helemaal aangewaaid is. Nee, maar dat is het meeste, hè? Mensen denken dan, nou, Anne, lekker voetballen en ze gaat naar thuis en ze doet niks meer verder. Jullie hebben zeeën van tijd. Ja, Dat gaat denken ze. natuurlijk, dat zien ze op televisie. Ze zien Ja. jou spelen, en je gaat weer naar huis. Maar op de achtergrond, wat je daar allemaal in die, wat zal het zijn, 12 jaar nu al tot hier, hebt moeten Als het niet meer is. laten. Ja. Als het niet meer is, Ja. natuurlijk. Dat Ja, zien we nee. allemaal niet. Dat zien ze allemaal niet. Ze zien niet dat ik om 8 uur 's ochtends al op een voetbalveld training sta te geven. Of dat ik in het weekend druk bezig ben met mijn schoolachterstand even bijwerken. Ze zien allemaal, oké, anders ben ik afgestudeerd. Ja. Maar hoe makkelijk of hoe moeilijk het is gaan, weten mensen eigenlijk niet. Nee. Meestal zien ze de leuke dingen, maar de dingen die er omheen hangen, ja, die zien ze niet, hè? Nee, maar dat is vrij logisch ook. Als je succes hebt, dan heb je vrienden, zeg maar. Ja, dat En is als het goed altijd. gaat, dan vindt iedereen het top. En als het wat minder gaat, dan hoor je vrij weinig. Ja, hoor je niet, eigenlijk niemand meer. Nee. En dat is zo jammer dat zo speelt, zeg maar. Dat heel Ja, maar ook wel snel. logisch aan de andere kant, want iedereen is druk met zichzelf Ja, tegenwoordig. Dus ja. ja, so be it. Ja. Hey, hoe vind jij de ontwikkeling bij de vrouwen? De afgelopen tijd ontwikkeling in zit. Als je naar het Nederlands elftal kijkt, natuurlijk Ja. heel veel verbetering, prijzen, belangstelling, groot gemaakt, reclamespotjes, de meiden worden interessanter. Ja. De Eredivisie blijft daarin nog wel achter, vind ik. Is ook zo, is minder publiek dan de Oranje winnen. Is ook niet heel gek, Nee. omdat het niveau natuurlijk gewoon heel anders ligt. Kijk, in Nederland zelf voetballen allemaal toppers. Worden Ja. allemaal goed betaald bij hun club. En bij ons is het nogmaals de vraag of je überhaupt betaald krijgt. Ja. Althans, in de lagere teams van de Eredivisie. Oké. Jij kan er Ja. wel goed van leven, verder? Ik denk dat Doodstilte. als ik goed van had kunnen leven, hoefde ik niet zoveel ernaast te doen. Dus Nee. nee, ik kan er niet van leven. Nee. Nee, nee, nee. Hey, Zeker niet. heb jij zelf een droomclub in je hoofd? Van daar zou ik, dat zou ik schitterend vinden om daar ooit te mogen spelen. Ik denk dat je die wel hebt. Nee, eigenlijk niet. Ik Nee? bekijk het zo erg per jaar. Juist omdat je er niet van kunt leven. Juist omdat je niet weet wat het seizoen erop brengt. Wat biedt zich maatschappelijk aan? Hoe gaat het met school? Ja. Ja, ik kijk niet verder dan 1 à 2 jaar vooruit. Dus een droomclub heb ik niet. Nee, Is jouw nee. nuchterheid misschien wel jouw kracht? Dus dat je het allemaal relativeert, dat je met je beide benen op de grond blijft staan. Is dat misschien Nou, jouw kracht? misschien mijn kracht en ook misschien mijn valkuil. Dat ik Ja. denk, oké, als ik echt iets arroganter was geweest, had ik misschien wel net dat stapje hier of stapje daar gemaakt. Ja. Maar inderdaad, zo ben ik. En ik doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg, vind ik. En inderdaad, ik kijk het gewoon per jaar. Ik weet van mezelf welk niveau ik kan halen en welk niet. Ik ben heel realistisch. Barcelona gaat het nooit worden. Ik kan wel zeggen dat dat mijn favoriete club of topclub is, maar dat gaat hem gewoon niet worden, punt. Nee, je kijkt het echt per dag. Nou, per dag niet, maar Per week, per per seizoen eigenlijk focus je ergens op. En ik weet heel goed dat ik het Nederlands elftal dan nooit zal gaan bereiken. Kan ik ook. Nee, jaar. Oké. daarvoor ben ik heel nuchter en heel realistisch.
Hey, maar hoe loopt je contract nu op dit moment? Heb je nog een contract voor een aantal jaar of hoe Ik zit dat? ben in gesprek met de club, Oh, met je bent. wel, dus het loopt wel in dit seizoen af, dus ik ben benieuwd. Ja. Ja, dat is een heel mooi voetbalantwoord, Anne. Ja, dus kan ik goed wat interviews zo Ja. afdoen. Nee, maar jullie krijgen natuurlijk, dat kan niet anders, dat jullie mediatraining krijgen. Nee. Krijgen jullie niet? Nee. Oh, echt niet? Nee. Meestal is dat natuurlijk bij, dat is helemaal anders geregeld dan weer bij de mannen. Mannen krijgen helemaal mediatraining. Ja, dat is vooral in de jeugd natuurlijk dat je wel de mannen dan, de jongens dan mediatraining krijgt. Maar Ik heb het zelf uit. Een PowerPoint dan is wel eens langskomen in de jeugd van Twente. Oké, het is niet handig op social media om dit en dit en dit te doen. Ja. Maar echt mediatraining heb ik nooit gehad, nee. Vind je dat storend? Nee, omdat ik zelf weet van mezelf, ik kan een prima interview geven. Ja. En soms denk ik wel eens, oké, je moet persoon X er niet voor zetten, maar persoon Y kan wel. Ja. Het is ook een beetje hoe het je ligt, snap je? Ja. Sommige meiden vinden het heel leuk om te doen. Anderen vinden het heel spannend of die zijn er niet zo goed in, dus die willen het liever niet doen. Dus het ligt ook gewoon per persoon natuurlijk, vind ik heel erg. Ja. Hey, een van je hoogtepunten, denk ik, dat je interland is natuurlijk, bij de voetbalvrouwen uit Suriname. Hoe was dat? Ja, het was echt heel bijzonder. Heel veel meegemaakt in 2 weken. Twee wedstrijden gespeeld? 2 wedstrijden gespeeld, 2 keer 90 minuten. Het was echt een bizar avontuur en het is eigenlijk met geen pen te beschrijven hoe het was. Het is echt zo'n typisch verhaal van, je had erbij moeten zijn, anders dan snap je gewoon de hele context niet en het hele verhaal niet, hoe bijzonder het eigenlijk was, ja. Want was jij als enige van de club? Waren er meer bij? We waren met Naomi Piqué, is een teamgenoot van mij, en Rafael Schieven-Omre is uit de Jong Excelsior. Oké. Dus we waren met z'n drieën uit van Excelsior. Maar dat is wel een lekker gevoel, dat je gewoon wel een soort van... Dat is wel een hoop. Ja, veel te hopen. Voor Naomi was het ook de eerste keer. Voor Vels was het de tweede keer dat ze daarheen ging. Dus dat is natuurlijk wel fijner dan dat je uit het niets in je eentje gaat. Dus dat scheelde wel een hoop, ja. Vind je dit ook een hoogtepunt? Die pakken ze je nooit meer af, denk ik. Absoluut. Ja. Absoluut vind ik dit een hoogtepunt. Hoewel het niveau echt niet te vergelijken is met de Eredivisie. Is het hoger of lager? Of, Heel lager, ja. Nee, dat niveau komt nog langer na niet bij de Eredivisie in de buurt. Maar desondanks heb ik zo genoten. En ik zou letterlijk als volgende week dan een nieuw bestuur komt. Want we hebben natuurlijk wel een statement gemaakt. Ja, dat hoorde ik. Ik las wel zoiets voorbij komen. We gaan onder dit bestuur gaan we niet verder voetballen. Omdat daar de faciliteiten voor de vrouwen gewoon niet goed geregeld zijn. Van een zootje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Mocht er een nieuw bestuur komen volgende week en ze zeggen over 2 weken al mag je weer, zou meteen. Ja. Meteen. Zonder nadenken. Mooi. Ja. Nee, het was echt heel bijzonder en echt wel een heel hoogtepunt uit mijn carrière. Ja, tuurlijk. Dat neem je voor altijd mee, hè? Dit soort altijd. Dingen. Ja. Hey, en de toekomst, Anne? Eerst fit worden natuurlijk. Dat is stap 1. Dat is stap 1. En kijk je al verder? Of heb je echt zoiets van, nee, ik kijk het echt per jaar. Ik ga me niet gek laten maken. Ik moet je nooit doen trouwens. Nee, dat komt ook wel goed. Stap 1 is voor mij echt wel weer fit worden. En gewoon eigenlijk gewoon een heel seizoen lekker draaien. En daarna zie ik alweer verder. Ja. Dat is gewoon niet zo'n seizoen als dit jaar waar je het een of andere blessuregeval valt. Nee, ik wil fit worden, ik wil spelen en goed spelen. En daarna zie ik me verder waar het schip strandt. Ja, dat is mooi. Linksbenig, hè? Ja. Alles met links? Alles. Links schrijven. Dat is wel grappig uit de familie. Is iedereen rechts? Behalve ik ben links. En dat heb ik van mijn opa.
En ik heb mijn opa nooit gekend en mijn opa komt uit Suriname. Dus vanuit zijn stamboom en zijn roots kon ik voor het Surinaamse elftal voetballen. Dat is wel grappig dat zeg maar niks zeg maar, uit de hele familie heeft niemand alleen jij. Van mijn handen uit, alleen ik er dus. Dus dat is wel grappig. Ja. Je bent een kort Surinaams, toch? Ja. Je vader in Nederlands? Mijn vader is dus half Surinaams en okay. Mijn moeder is Nederlands. Ja. Oké, okay. Mooi. Mooi. Ja. Hey Anne, we gaan hem hier een beetje mee afronden. Wil jij de kijkers, de luisteraars nog wat meegeven? Ben ik begonnen. Als je een droom hebt, wat moet je dan doen? Heb jij laatste woorden? Poeh. Als je een droom hebt. Dat waren de laatste woorden van Anne. Poeh. Nee, het enige wat je kan doen is plezier blijven houden in wat je doet. Want ik denk dat als je geen plezier meer in hebt, dan kost het je energie dan dat het meer oplevert. Ja. Dus eigenlijk het snot voor je ogen werken en er vooral plezier in houden. In het snot voor je ogen werken. Als je die twee dingen combineert, denk ik dat je een heel eind kunt komen. Kan je heel veel bereiken. Dat waren een paar mooie laatste woorden, Anne. Bedankt. Hey, ik wil je hartelijk bedanken voor je mooie verhaal. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond. Zeker. Om je verhaal te doen. Ja, je komt natuurlijk op Spotify en op YouTube. Ik ga je de linkje sturen. Ik wil de kijkers natuurlijk ook weer bedanken. De luisteraars wil ik ook bedanken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal of Spotify-kanaal. Steek even de duimpjes omhoog en abonneer massaal. Anne, ik wil je nogmaals bedanken voor je tijd. En wij spreken elkaar. Is goed. Yes? Zeg later.